Tot nu toe mocht het, maar vanaf vandaag is het verplicht. De scholen zijn weer volledig open. Waar ligt de focus? Die ligt niet bij school, die ligt bij de kinderen om hun heen. Want die hebben ze al zo lange tijd niet gezien. In Noord-Sleen komt ook het schoolzwemmen weer tot leven. Onenigheid over vergoeding kosten door bodemdaling. En het weer met Aaldert. Ja, Muggy nou ook, net als ik, liefhebber wezen van dat mooie, wat rustige zomerweer. Met die zon, een klein briesje, 23 graden. Dan heb ik goed nieuws voor je. Straks meer. Goedenavond. De middelbare scholen zijn weer volledig open. Vorige week mochten ze dat, maar vanaf deze week is het verplicht. Ook het Dr. Nassau College Penta in Assen opende de deuren vanochtend voor de 1129 leerlingen. Wel met gemengde gevoelens. De achterstand in schoolprestaties en het welzijn van leerlingen is leidend geweest in het landelijk besluit. Maar liever was het Dr. Nassau College pas na de zomervakantie opengegaan. Wat doet dat met de kinderen? Ze komen weer in contact met alle andere kinderen, met de klasgenoten. Waar ligt de focus? Die ligt niet bij school, die ligt bij de kinderen om hun heen, want die hebben ze al zo lange tijd niet gezien. Tijdens de coronacrisis hebben docenten in het voortgezet onderwijs te maken gehad met 8 beleidswijzigingen. Wij zijn iedere keer heel flexibel geweest in het aanbieden van onze lessen, dan weer online, dan weer op school. Leerlingen die eerst wel in groepjes, daarna niet in groepjes bij elkaar mochten. Dus het was heel veel dubbelwerk, heel veel schakelwerk en je merkt dat mensen daar gewoon klaar mee zijn. Daarnaast heerst er onzekerheid, want nog niet iedereen is gevaccineerd. Nou, dan zie je toch dat er ook wel een terechte angst natuurlijk is. Want je gaat weer met die 30 leerlingen in een lokaal zitten. Dus dat vraag je van heel veel mensen in de samenleving op dit moment juist niet. Dan zeggen we juist werk thuis, blijf op afstand. En dat is in het onderwijs gewoon niet meer mogelijk dan op die manier. Om de angst onder docenten weg te nemen, wordt leerlingen gevraagd 2 keer per week een zelftest te doen. Maar die bereidheid is niet groot. Het is wel een beetje veel, denk ik, om het 2 keer per week te doen. Kijk, als je klachten hebt, dan snap ik nog wel dat je dan even snel gaat testen voor zekerheid. Maar als je je verder goed voelt, dan denk ik niet dat het per se nodig is. Pas als ik me slechter voel. Ik denk dat ik hem 1 keer per week ga doen, want 2 keer lijkt me wel een beetje veel. Ze zijn het niet verplicht. Dus ik leg een stukje verantwoordelijkheid bij hun neer om een veilige basis met z'n allen te creëren. En het is aan hun of ze dat wel of niet doen. Daar kunnen wij ook geen verplichte stempel op drukken. Landelijk hebben bijna alle middelbare scholen de deuren geopend. 5% is gedeeltelijk open. Zwemmen onder schooltijd zonder te spijbelen. In de gemeente Coevorde kan dat weer, want het schoolzwemmen is weer terug. Bedoeld om jongeren meer te laten bewegen en zodat het veiliger is op en rond het water. Maar voor de kinderen is het vooral erg leuk. Het heeft jaren geduurd, maar eind vorig jaar werd het schoolzwemmen weer ingevoerd in de gemeente Coevorde. Door corona hebben de leerlingen nog wat extra maanden moeten wachten, maar groep 5 van de Vlinderhof in Noord-Sleen mag dan eindelijk als eerste het water in. Ik vind het heel leuk om te doen en de bommetjes en duiken vind ik wel het allerleukst. Nou, ik vind het altijd leuk dat je gewoon kan spelen in het zwembad en dat je dan met vriendinnen zo in het zwemmen kan spelen. En ik vind het heel leuk dat we een paar spelletjes doen aan het einde heel leuk mogen spelen en ik hou heel erg van zwemmen. We hebben daar een aantal matten liggen. Deze mat heb ik heel goed vastgebonden, daar mag je overheen klimmen. Het schoolzwemmen is dan weer gestart, maar in de praktijk is het nog lastig om de kinderen bij het zwembad te krijgen. Deze school heeft geluk, want die zit hier om de hoek. Dus die kan gewoon op het fietsje hierheen met de leraar. De andere scholen moeten helaas wachten tot het toegestaan is dat ouders weer bij vervoer aanwezig mogen zijn. Maar zodra dat mag, gaan die gelijk ook zwemmen. De scholen krijgen 5 zwemlessen en die zijn een vervanging voor de gymlessen op school. Ze werken dus niet toe naar de bekende A, B of C diploma's. Het is vooral belangrijk dat de jongeren in beweging blijven. Dit noemen we schoolgym in het water. En heeft vooral te maken met lekker bewegen. Dus kinderen die in beweging zijn. En vooral die zwemveiligheid en zwemvaardigheid bijhouden. Met die zwemvaardigheid zit het bij deze leerlingen trouwens wel goed. Ja, ik zwem ook al best wel vaak in de zomer. Ja, wij gaan ook best vaak met z'n drieën naar het bosbad. Toen ging ik ook op redding zwemmen. En daar zit ik nu nog steeds op. En ik zit nu ook op snorkelen. En maandag schoolzwemmen, dinsdag aquakids en donderdag rennisbrigade.
Waterschap Hunten en Aas overweegt naar de Raad van State te stappen. Het waterschap wil voor minstens 100 jaar de kosten vergoed krijgen die gemaakt worden om de bodemdaling door zoutwinning van producent Netmag op te vangen. Anders dreigen burgers en bedrijven op te draaien voor die kosten, zo vreest het waterschap. Deze stuw heeft het waterschap Hunze en Aas geplaatst om de negatieve gevolgen van bodemdaling door zoutwinning op te vangen. Netmag betaalt de rekening, in ieder geval zolang de zoutwinning duurt in de veenkoloniën. En dat is tot 2045. Wij willen graag dat we een afspraak maken samen met de Netmag, een keurig nette afspraak, waarbij wij over langere tijd, ook voor de periode dat Netmag dus niet meer haar werkzaamheden doet, de kosten kunnen verhalen toch op Netmag. Dus Netmag zou een financiële zekerheidsstelling moeten hebben voor na de periode dat ze aan het werk is. Zodat we daar de kosten uit kunnen betalen die anders op de inwoners van ons gebied verhaald moeten worden. In totaal gaat het om miljoenen euro's. Wat het waterschap betreft wordt het een eeuwigdurend fonds. Maar daar kan de Netmag niet mee leven. Want het waterschap zou op termijn ook kunnen ophouden te bestaan. We zijn het eens over de operationele kosten. We zijn eens over wat er moet gebeuren. Dus al die details zijn we klaar. Het enige waar we nog over hebben is, en dat vind ik, dat moet beter geconcretiseerd worden, is van wat bedoelen ze nou met eeuwigdurig fonds en hoe gaan we dat inrichten? Zoals bestuurlijk als financieel. Ik vind dat ze onvoldoende rekening houden gewoon met de samenleving. Het waterschap heeft de gesprekstafel verlaten en besluit woensdag of het naar de Raad van State stapt. Denkt u dat u eruit komt met het waterschap? Ja, absoluut. Het is een prima waterschap, het zijn goede bestuurders en ik ben van overtuigd dat we dat gaan oplossen met elkaar. Dus misschien dat die gang naar de rechter wel kan worden voorkomen? Voor mij hoeft het niet. Ik zit liever aan de tafel dan dat het maatschappelijk geld wordt gebruikt voor een rechtszaak. Daar hebben wij ook geen belang bij. Dat corona een sterke invloed heeft op de wereldhandel blijkt ook uit de daling van het goederenvervoer per spoor. In 2020 is dat landelijk afgenomen, maar transportbedrijf Graco in Coevorde heeft daar niet zoveel last van. Dan komt die trein hier naartoe. Even voor de technici. Die trein die bevat zo'n 28 à 30 wagons, graanwagons. Die wordt geknipt door de Bentheimer IJzerbaan, de Euroterminal Coevorde die hier vlakbij ligt. En die lossen wij. En zo doet transportbedrijf Graco dat twee keer per week. De directe verbinding op zowel het Nederlandse spoornetwerk als het Duitse geeft het bedrijf een unieke positie. Er zijn geen andere plaatsen in Nederland op aangesloten. Dus we hebben de ruimte hier. En ja, we onderscheiden ons daarmee van anderen en kunnen daarmee aan onze klanten, want daar kom ik maar steeds op terug, we kunnen daarmee aan onze klanten een goed product bieden. Net als veel verkeer kent ook het goederenvervoer per spoor een daling in het coronajaar 2020. Graco merkt dat wel en ook weer niet. Waar je het wel merkt, dat is op het vervoer wat te maken heeft met scheepvaartverkeer. En dan heb ik het over de treinverbindingen tussen Coevorde en Rotterdam. Daar zie je dat er minder aanbod is, dat klanten minder hebben te vervoeren. Of dat klanten wel willen vervoeren, maar dat er minder containers beschikbaar zijn. Dus daar zagen we wel een daling. Daar staat tegenover dat corona ook als effect heeft gehad dat we met z'n allen vorig jaar zijn gaan hamsteren. En dat er dus meer levensmiddelen nodig waren. En wij doen veel op het gebied van levensmiddelen, wat we dan noemen food en feed. En daar zagen we dus juist een stijging en ook in het treinvervoer in Europa. Blog verwacht dat het goederenvervoer per trein wel weer aantrekt. Sterker nog, er zullen steeds meer containers over het spoor vervoerd worden. Het is veel duurzamer dan over de weg. Dat is één. Twee is, we zien steeds meer dat landen overgaan tot het, nou noem het maar, autootje pesten. Dus dat de tol wordt geheven, waardoor het vervoer van over de weg steeds duurder wordt gemaakt. En de service die railmaatschappijen bieden, wordt steeds beter. Dus die optelsom zorgt ervoor dat we kunnen verwachten dat er steeds meer per trein zal plaatsvinden. Bij het provinciehuis, een aantal gemeentehuizen en de locaties van Treant Zorggroep gaat vandaag de vlag in de top om medewerkers in de zorg te eren voor hun werk tijdens de drukke coronaperiode. Ook bij ziekenhuislocatie Scheper in Emmen werden medewerkers al op tijd in het zonnetje gezet. Kanjas, vandaag staan jullie in het zonnetje. Van harte gefeliciteerd en alle vlaggen op al onze locaties worden gehezen voor jullie. Geniet van het feest. En het is voor jullie. Dankjewel.
We staan vandaag stil bij ruim een jaar corona. Maar als toetje konden we onze kwaliteit van zorg wederom tonen dat dat hoog in het vaandel staat en op hoog niveau geleverd wordt. Want wij hebben vorige week al onze kwaliteitscertificaten gehaald. Zowel in de ouderenzorg op de 17 locaties als in de ziekenhuis, de 3 locaties, Stadskanaal, Hoogveen en Emmen. In Emmen, bij woonzorgcentrum Holdert, worden niet alleen de zorgmedewerkers in het zonnetje gezet. Ze krijgen taart vandaag. De bewoners hebben de taart aangereikt gekregen door de wethouder en de burgemeester. We gaan de vlag hijsen voor alle medewerkers en vrijwilligers waar we super trots op zijn. Wat vindt u hiervan? Ik vind het geweldig. Alleen ik heb de vlag dan niet gezien. Nee, u zit aan de verkeerde kant eigenlijk. Nou, we zijn bescheiden. Dat is echt heel mooi. Ja. En dik verdiend. Sowieso voor de zorg. En wij met elkaar ook. Ik bedoel, we hebben ons ook flink ingezet. Dus het is mooi. Even bij ze stilstaan en ze weer wat kracht en wat energie toewensen. Dat wens ik hen wel. En hopelijk met een zomervakantie voor de boeg, waarin ze ook nog even uit mogen rusten. Want dat is hard nodig. Trajant wil de zorg, die door de coronacrisis stopgezet moest worden, vanaf september weer inhalen. Nou, mevrouw, eet smakelijk. Wat gisteren alleen maar in het westen van Nederland lukte en bij ons in het oosten dus niet, was vandaag wel het geval. De zon, hij was er volop bij en hij bleef er nog een poosie. Door het heldere weer koelt het vanavond trouwens wel vrij snel af. De temperatuur zakt uiteindelijk naar zo'n 7, 8 graden en dan kan er wat nevel of een mistbank ontstaan. Maar ook zo'n mooie zomerse dag. S'morgens flink wat zon, in de middag wat meer stapelwolken, maar het blijft droge. Temperatuur van zo'n 24 graden, s'morgens heel weinig wind, maar s'middags een verkoelde briesie. En dan de woensdag. Zon, stapelwolken, 24 graden. Donderdag, zon, stapelwolken, 24 graden. Vrijdag, zon, stapelwolken, 24 graden. Ja, dat klinkt dan misschien wel barre saai, maar het is natuurlijk fantastisch terrasweer. Of zoiets. Dus, opper. Dankjewel, Aldert. Dat was hem. Via rtvdrenthe.nl en de app blijven we u natuurlijk op de hoogte houden van het laatste nieuws. Daarop is onder meer te lezen dat ook onze TT-website weer in de lucht is met al het nieuws over het motorsportspektakel dat eind deze maand weer in Assen wordt gehouden. Ik wens u nog een fijne avond en graag tot morgen. Dag.